Het is belangrijk als je je eigen leven in handen wil nemen, dat je regelmatig aftoetst. Dat je regelmatig laat inspireren door mensen uit je buurt of minder uit je buurt. Die je met nieuwe ideeën confronteren. En YouTube is daarvoor een fantastisch kanaal. Daarom ook dat ik deze vlog begonnen ben. En twee van de mensen die ik volg, heb ik onlangs ontmoet op een workshop van hen. En dat was Michel Vos, sorry. En Jeannette de Geus. En die workshop, ik ga daar een volgende vlog nog over vertellen. Die ging over je eigen leven in handen nemen. Hallo, staat die aan? Die staat aan. Hij staat aan. Welkom in mijn vlog. Dit zijn twee mensen die ik al, Michel al heel lang en Jeannette sinds kort volg. Michel, vertel eens wie ben jij kort en waarom moeten mensen jou ook volgen net als ik doe? Oh jee, moeilijke vraag. Mijn naam is Michel Vos. Ik heb net zoals Jelle ook een podcast, eindbazen.nl. En daar praten wij met mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan. En wat we op avonden als vanavond, waar we Jelle ook zijn tegengekomen, proberen te doen, is mensen de dingen die we leren van onze gasten ook mee te geven als het gaat om nou ja, doelen stellen, werken met een systeem. In ieder geval zorgen dat je dingen voor elkaar krijgt in je leven. Oké. ik ben Jeannette Geus. Ik heb sinds heel kort inderdaad een podcast, de Transformatie Academie podcast. Ik gebruik Michel zijn 12-weefs systeem al nu een klein jaar, denk ik. Ja. En dat is de reden ook dat ik in mijn mastermind met Michel wil samenwerken. En ik ga een keer de website hacken. Ik ga de eindbazinnen nog een keertje in. Ben je elke keer bij eindbazen geweest? Nee. Zoom. Nee. Misschien. Hou de website in de gaten. En ik heb een vlog, een eigen website. Eigenlijk doe ik best wel veel. Ik doe kettlebell sport. Ik begeleid ondernemers. Ik heb geen huis en geen spullen. En geen baan. Jij bent digitale nomade. Ja. Kun je heel kort zeggen wat is? Kort is dat ik werkend reis, reizend werk. Dus dat ik op een heel minimalistische manier leef. Dus al mijn spullen zitten in mijn auto. Ik heb een heel klein deel van opslag, de rest heb ik allemaal weggegeven. En ik wil elke 6 weken, wil ik 4 weken niet in Nederland zijn. Dus dat is een beetje het doel. 4 weken weg, 2 weken in Nederland, 4 weken weg, 2 weken in Nederland. En zo een beetje reizend werken, werkend reizen. Met een laptop, want ik kan plaatsonafhankelijk werken. En hoe lang doe je dat nu al? Vanaf juni nu. Dus we gaan nu de 5e maand in. Ja, een klein half jaar. En hoe lang wil je dan nog blijven doen? Ik wil eind 2018 in 12 verschillende landen hebben gewoond en gewerkt. Dat is het doel. Want ik merk nu is het een beetje spannend, een beetje eng, een beetje onzeker. En weet je wel, de glans is er een beetje af. En dan word je een beetje teruggeworpen in de realiteit. En dat ook soms gewoon heel erg spannend is. Dus daar ben ik even nu in. Dat hoort er ook allemaal bij. Weet je, het is niet allemaal roosgeur, maneschijn. Ja. Is dat antwoord op wat is een digitaal nomade? Ik denk het. Als ik geen kinderen had, ik zou het ook overwegen. En dan zeg jij, ja, maar neem je kinderen mee. Ja. Maar dan is er ook zo een mama. Nou, die kan ook mee. Waar ik moet het wel eens zijn met de plannen, volgens mij. Ja, hè. Maar we zijn niet meer getrouwd. Ah, oké. Dus dat is al het. Maar dan kan je wel. Je kan ook elke maand een weekje weggaan. Ja. Er is geen één vast protocol. Ja. Wat voor mij het gevoel van vrijheid is dat ik gewoon eigenlijk kan gaan en staan wanneer ik wil. Ik doe het misschien niet altijd, maar het idee dat je dat kan, zou kunnen. En het idee dat ik dan niet vakantiedagen hoef op te nemen en dat ik ook geen miljoen euro nodig heb, want ik kan nog gewoon, ook als ik in Portugal zit, kan ik gewoon verder werken. Dat is hetgeen wat het zo onwijs tof maakt. Ja. En heel onzeker ook. Heb je dan continu het gevoel van vakantie? Ja. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik aan het werk ben. Dat is misschien ook anders. Want ik heb mijn eigen bedrijf. Ja. En dat voelt niet als werken. Dat voelt als no job. Ja, je ding doen. Ja? Ja. Hoe lang doe je al eindbazen nu? Dat is een goede vraag. Volgens mij zijn we daar nu iets van 3 jaar mee bezig. Zo lang? Ja, dat gaat snel stiekem. Dan ben ik bijna al de hele tijd luisteraar. Time flies when you're having fun. Ja. Kan ik er een paar namen opnoemen die mensen misschien kennen? Die bij jullie gepasseerd zijn? Ja, dat beetje is reclame maken voor ja, jullie ja, podcast. Ja, dat snap ik. Belgisch publiek?
We hebben eigenlijk nog helemaal geen Belgisch. Nog geen enkele Belgisch. Dat is een zeer slechte zaak. Daar moeten we misschien maar eens over hebben. Wat interessante Belgen zijn om eens een keer uit te nodigen. Maar mensen die voor mij heel bijzonder waren, waren onder andere David Allen van het boekje Getting Things Done. Het boekje heeft mij het veegelijf gered toen ik midden in een burn-out zat. Dus die meneer 2,5 uur in de studio mogen hebben om zijn brain te pikken. Dat was heel erg mooi. Maar wat ik ook nog steeds een hele leuke vond, en dat was echt een super aanmoedigend verhaal, was toen we erachter kwamen dat Guido Weijers onze podcast luisterde en ook daadwerkelijk in de studio wilde komen. Guido, ik weet niet of je dit soort dingen ooit zien krijgt, maar dat was echt top, jongen. En zo'n meneer die je dan op tv ziet, waar je echt heel erg hard om moet lachen, om die dan echt in je studio te hebben zitten, dat is bijna onwerkelijk. Dus dat zijn zo'n paar namen waar ik erg enthousiast van werd. Ja, vergeet Mental Tio niet, hè? Mental Tio was ook heel erg interessant. Maar ik weet niet, hoe kent die was in België? Nu wel. Ja. In dat kader trouwens, waar je net het over had, hebben we ook een keer een meneer gehad, Steve Maxwell. Dat is een bekende physical trainer uit Amerika. En die heeft dat hele digitale nomadenschap ook destijds best wel op de kaart gezet. Die hebben we ook nog eens een tijd in de studio gehad. Dat was ook een leuk gesprek. Komt Vera Helleman nog eens langs? Wie? Vera Helleman. Is het heel erg als ik niet weet wie dat is? Nee, maar dat ga je morgen wel weten. Oké. Als ze een eindbazin is, dan is ze zeker die, van harte. Die is een top-eindbazin. Ja, we vinden het gewoon leuk om te spreken met mensen. Voor de mensen die niet weten wat een eindbaas is. Een eindbaas staat sinds 2015 in Dikke Van Dalen. Het is een term uit computerspelletjes, maar eigenlijk is het iemand die de allerbeste ergens in is. En het is gewoon ongelooflijk gaaf om met dat soort mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan te spreken. Want je leert er altijd iets van. Dus, ja, super. Eindbazen.nl. Eindbazen.nl, ja. En Nutrofit.nl? Ja, we hebben ook nog een, we hebben ook nog een webshop. We zijn ooit begonnen met een webshop. Die hebben we ingericht conform een boekje van Tim Ferriss. Misschien wel eens van gehoord. De 4-Hour Workweek. Mijn compagnon en ik hadden bedacht, we willen eigenlijk geen 60 uur meer op kantoor zitten. Het liefst zouden we dat wat minder doen en ons meer bezig kunnen houden met dingen als eindbazen. En toen zijn we een webshop gestart, Nutrofit, en daar verkopen we allerlei supplementen. Onder andere ook voor je hoofd, om meer focus te hebben. En daarmee sponsoren we eigenlijk onze show, zodat we dat kunnen doen. Ja, en jij hebt fitfood.nl? Love Fitfood. Ja. En als website, dan vind je recepten, workouts en artikelen. Dat is begonnen met gezonder willen eten. Uiteindelijk is het geëvolueerd naar beter in je hoofd zitten. Want we weten allemaal wat we moeten doen. Ja. Alleen er is heel veel weerstand en er zijn veel mensen met een negatieve mindset. En hoe navigeer je in een wereld vol met bullshit? Want als het over afvallen gaat, dan is er heel veel bullshit. En als het over bewust leven gaat, is er heel veel bullshit. Ja. En er zijn heel veel van die sla-etende fit girl. Oké, ik wilde een woord zeggen wat ik even niet kan zeggen. Daar zat er geen oordeel in, hè? Gewoon nul. Nee, dat is even met sla. Sla is heel lekker, maar er is heel veel bullshit. Ja. Heel veel onzin. En we willen een soort van bullshit-free zone creëren. Ja. Maar met gewoon echte mensen die gewoon niet trainen omdat ze heel dun willen zijn, maar trainen dat ze sterk willen zijn. Dat ze gewoon lekker in het vel willen zitten. En, ik zei dat straks ook al tegen Michel. Ik heb het probleem, mijn ontbijt. Het makkelijkste is een boterham met choco. Hmm. Maar ik weet dat ik dat hele week doe, ben ik tegen het einde van de week gewoon doodmoe. Uitgeput. Zijn jullie de partij om daarmee mee te begeleiden bijvoorbeeld? We hebben één stelregel en dat is dat we proberen, dat we iedereen aanraden, maak elke maaltijd volwaardig. Laat elke maaltijd 4 componenten terugkomen. Dat zijn koolhydraten, dat kan een boterham zijn, maar het kan ook havermout zijn. Laat er een vorm van, gezonde vetten in terugkomen. Ja. Noten of boter of avocado. En laat daar eiwitten ook in terugkomen. Dat kan ook eiwitpoeder zijn of gewoon een ei bakken of whatever. En groenten, dan wel rauwkost. En coachen jullie mensen dan? Ja, dus we hebben 2 kookboeken. We hebben een online training die heel goed is, de Fit Food Fundamentals. en ik doe ook 1-op-1 coaching. Maar dat is meer op het snijvlak tussen voeding en psychologie. Ja. 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 Oké, super. En dat is lovefitfood.nl. Ja. Hij zet het onder. De link komt hier wel onder. En we zenden ook naar België. Ja. Oké, super. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank jullie wel voor die fijne avond. Ja, bedankt dat je er was. Ja, helemaal uit het zuiden. Ja, ik ga er ook nog iets over vertellen op een ander vlogje. We zijn super benieuwd. Dank je. Cool. Alright.
En alle vervangwagens zijn de deur uit. Na even zoeken hebben ze een oplossing gevonden, namelijk ik mocht deze meenemen. Zie. Dit is werkelijk de mooiste auto die er op dit moment op de Belgische wegen rondrijdt.